Hey Robby, lach eens even lief naar alle kijkertjes. Hey, banaan. Schitterend. Schitterend. Rob, ja. Je moet gewoon je bek houden. En heel gauw. Van ons? Is it too late to say Robby? Nou. Robby. Oké, dan wil ik dat je... Dat er komt een nieuw spannend muziekje. Want het is weer terug. Dan zijn we weer. Met Co-op. Met Robby. Het is lang geleden. Onze eerste afleveringen. Als je die nu bekijkt. Dan zijn we echt mannen geworden in de tussentijd. Ja, we zijn echt volwassener geworden. Ja, en we zijn nog grappiger geworden. En Robby's haar is flink lang geworden. Ja, hi. Zo'n kort pittig kafsa had jij, hè? Ja, hi. Wat komt er allemaal uit je mond? Harry. H-E-R-R-I-E. Ja, hi. Nee, dit is aflevering... 64. Dansen. D-A-N-S-E-N. Bruh. Ricky van der Hart. Mickey van der Hart. Ricky van der Hart. Wie is Ricky van der Hart nou weer? Ik denk niet dat we een potje vinden, Robby, maar als we... Ja, maak anders je zinnen niet af. Prima. Ja, de wedstrijd is net begonnen, maar we gaan al meteen in de aanval. Oké, Las. Oh, maar, Las kijk, is gewoon geweldig bezig. Las is gewoon geweldig bezig. Tikken, tikken, tikken. Gas, wat doe je? Ik trek hem open. Ja, lekker. Las, dit is wel fijn. Las is gewoon geweldig bezig. Jij bent echt een beest, jongen. Deed jij dit nou? Ja, ik wou even zeggen, Las is geweldig bezig. Las is gewoon geweldig bezig. Zie je, bro. Co-op seizoen 2 is totaal veranderd. We zijn namelijk volwassen. Nee. Goed. Nee. En we laten ze reeds. En we hebben de baard in de keel. Ja. Dat is AC Milan. Oh, dat is een bolognese chip, zei ze. Rob, even verdedigen. Rob! Hey Robby, Robby, hoe is het nou? Dedigen kun je niet. D-A-N-S-E-N. Hey Robby! Tik hem. Ah, lach! Nu is Ron Jans boos op Las. Maandag gaan Las en ik maar eens eventjes een robbertje vechten. En dan gaan we er nu uit voor de reclame. Oh, wat een paas! Las, die neemt hij zo aan met zijn borstje. Met zijn... Huh? Ze lopen helemaal niet mee! Hier zat iemand helemaal vrij. Voor. Mag af! Oh, Las is gewoon... Ja, Las. Wat van hinten? Waarom is het mogelijk? Beker. Ja, Becker, joh. Beker is van Vitesse, maar voor de rest vind ik het helemaal leuk wat je probeert. Oeh. Hey, Thomas. Thomas, hoe is het? Nou, waar is Las? Dit komt op Las. Nee, op Las. Op Las. Lekker, Lasie. Ik Las, do you have down, my friend? Hey, Robby, is jouw piemel klein of groot? Ja, groot. Hey, geef me voor op Las. Hier is hij weer beker. Blij. Oh, goede voorzet. Chippy. Heeft deze skills, deze salmiak. Oh, padda bij Bart. geef me op Bart. Geef dan op Bart. Bart. Ja. Bart. Lekker Lasje erachter. Oh, die wel een heupje, sorry gozer. Ja, hey. Hij kan niet alleen voetballen. Hey, kijk dat uitpubliek van PEC. Geweldig. Geweldig. Echt al die Zwollenaren. Shoutout. Iedereen die kijkt die daar zat. Geweldige toppers zijn jullie. Ja, Robby zegt niks meer. Nou, dan moet ik het alleen doen. Oh, koekoek. Doei. Ja, we hebben ze helemaal gerekt. Echt compleet verwoest, jongen. Is echt niet te geloven. Nou, Rob. We hebben het eerste potje gewonnen. We gaan naar de tweede. Kijk maar niet wie er in de spits staat. Brenet. Oh, kijk even hoe we moeten. Oh, dit is klasse hoor. Oh. Tik maar Brenet. Nee, Jetro. Oh. Ja, Brenet. Ja! Ja! 1-3 minuten. Lekker Joshua, lekker je shirt in het publiek gooien. Let's go, hoppa, daar gaat het shit. Oh, Joshua, lekker een grap. Ziet hem gaan, ik krijg pakkie. Ik wil echt Jordi de Wees erin doen, maar die zit Jordi een zwaar brons, ja. Mensen kennen die Jordi grap helemaal niet, maar... Nee, maar wij... Robby, gaan we even uitleggen, de Jordi grap. Nee, want dan ga je dat weer versneld zo zeggen van, ja, niemand boeit dat verhaal. Nee, hoezo? Nee! Nou, oké. Okay. Ik ben volwassen geworden in de tussentijd. Ik ben een volwassen geworden, hè. Dames en heren, jongens en meisjes. Zoals jullie weten, waarom praat ik als een debiel? Omdat je een debiel bent. Zoals jullie weten, waren Matty en ik dus naar Wolfsburg en toen... Jordi de Wijs. En toen hebben we daar hebben we 4 dagen tegen elkaar lopen zijn Jordi tegen elkaar gezegd. Ja, hé, kijk hoe grappig wij zijn. Hij is zo slecht, gap. Hij ziet sowieso dat wij Brunet gaan spelen, ze weten het gewoon. Dan gaat hij zelf met Kandes. Nee! Brunet is een echte spits. Oh, Kazim. Oh, nee, joh! Was dat immers? Hey. Kut licht bij mij. Rob, wat heb je nodig om zo gek te doen als jij? Aanleg.
Oké, we rusten met 2-0. Twee keer Jules. Hij gaat straks zijn shirt echt nog in het publiek gooien, gek. Als ik mocht kiezen met iemand van PSV gewoon een dagje te chillen, was wel met Jules. Jij kwam toch een keer tegen in de stad? Ja, stonden ze gewoon met z'n vier, met vier man, met Maher en... En wat waren ze dan doen? Gucci tasjes aan het halen? Gucci tasjes met segways aan het DC mee Rolingen. Maar wat dan? Zo, zat ze met geld te gooien van die PSV money. alles schil. Pikachu kwam promes opeens langs. Ja, wij dachten ook al gebeuren. Oh ja, toen dachten van ja, dat, nee, zo, daar kunnen wij niet aan tippen. Nee, maar ik kwam ze dus tegen in de stad. Toen ging ik er gewoon langs staan. Ging ik ook met geld gooien. Alleen daarna ging ik het weer oprapen en zij liet het liggen. Ja, brunet. Ja. Spelen rond de bekoop. Heel mooi uit. Nee! Ja! Jos! Justie! Ja, je flinke poeien krijg ik in beeld hoor. Oeps, die krijg ik wel goed. Nee, Bruma. Bang, man. Bruma is er vandoor. Oh, Jos, de schaartjes. Tekkers. Ja, penalty. Ja, hij versiert hem ook nog hoor. Helemaal geel, jongen. Ah, hij dacht die Panenka, maar wij doen het gewoon zo. Joshua. Hij zei, oeh, komt hij even langs vliegen. Oh, oké, okay, nou, piep. Oh, Michiel Kramer, jongen, wat is dit? Michiel Kramer. We zitten wel een beetje te verkloten, moet ik eerlijk zijn. We gaan even op de alles op de verdediging. Nou, blijf in het midden. Ik zeg toch, blijf in het midden. Jezuschap. Wat? Ja, ik zeg nog. Ik ging naar het midden. Nee. Jongens, paniek. Robbie, wat doe je? Nee. Oh, Robbie! Oh my god, dit ging helemaal... Nee! Hallo, mijn... Nee! Nicolas is bij het spel. Je wordt nooit boos als het over dat. Oh! What the fuck was dat? Yes! Let's go, we hebben zo terecht gewonnen, hé. Nou, daar was het dan vier keer Brunet. Oh, handje. Oh, balletje. Oh, hij pakt die bal gewoon af. Hij gaat ermee van horen. Ja hoor, en hij gooit zijn shit in het publiek. En wat gebeurt er met zijn shit? Wat is dit? Nee! Eerlijk waar, die boys hadden op dit punt dat shirt los moeten laten. Had die vent flink uit op zijn bek geflikkerd waarschijnlijk. Ah, dat was het dan, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Robbie, wil je nog even wat zeggen tegen de kijkers? Kom naar mijn kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog als je Robbie ook leuk vindt. D-A-N-S-E-N. Justin Bieber, dat is homo-muziek.